half uurtje en dan kan ik mijn auto kopen. Hoi! Kijk, 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 ja, pak hem. Hij rijdt zonder verlichting aan de voorkant, zag ik al. Waarschijnlijk kapot gereden. Roekeloos rijden. Ga er anders even naast, dan ga ik er wat van zeggen. Je hebt mijn handen jij het af? Zet je rijlamp even aan. Ik heb sowieso een kapotte voorlicht. Helemaal ingedeukt. Goedendag meneer. Hallo. Hallo. Hoi. Wat even van de andere kant even staan. Ik weet even met hem even afhandelen. Dan kijk ik even om mijn busje heen met een zaklamp. Misschien wat iets meer niet klopt. Nou, we stonden daar te controleren en we zagen u een beetje aasjes aan rijden. Ja, ik had een beetje haast. En uw koplampen daar, die doen het niet? Nee, die zijn kapot. Ja, dus dan mag die nou sowieso even niet meer verder rijden totdat het licht is. Oké. Okay. Wil je even zijn ID checken? Ik zal snel naar een toekomst gaan. Ja, de knopje deed het niet. Sorry. Oké, hij heet David BVD, als ik het goed heb. Dennis, sorry. Ja, dat is goed. Dennis DVB. Positief. Hij heeft geen openstaande boetes. En hij heeft rijbewijs A en B. Ik zal ook maar eens binnenkort nog naar het ziekenhuis gaan. Is inderdaad een beetje te lang klinkt. Niks geks. Alleen zijn rijgedrag en verlichting. Ja, oké. Wil jij hem dan een boete even geven? Ja, goedendag meneer. Hallo? Hallo. Yes, ik heb je net even nagetrokken in het systeem. Je hebt verder niks geks openstaan. Alleen ja, je rijgedrag en de verlichting, daar viel ons op. En daar krijg je ook gewoon een bekeuring voor. Ja, en dan is dat bij deze gewoon afgehandeld. Gaat kapotte ruit aan de rechter. Okay. Dus rij even met je voertuig straks even langs de... Langs de RDW. Ja. Komt goed. Even wachten. Licht is. Ja, precies. Dan zal ik het bij deze laten. Alleen... voor roekeloos rijden en dan laten we de verlichting zitten, maar dan wil ik wel iets zo snel mogelijk maken, ja? Ja. Oké, dan wens ik u een fijne dag, meneer. Hetzelfde. Kan toch gewoon? Jazeker. Beter te veel politie dan te weinig. Nu kunnen ze ook een beetje een bank opgevallen. De 1305 koppelt zich daar is een pick-up armor staat.
1303 noteren. 1303 kenteken als je niet zegt noteren. Dan haal alsjeblieft. Haal het kenteken. Opgeschreven, genoteerd. Op. Rowan. Ik ga nu even eten, jongens. Nu even alleen met de beker aan het bord. En als je iets tegen elkaar wilt zeggen, zeg even een game tegen elkaar. Ik heb iemand ingezet ook richting aan Sandy. 1320 was je huidige locatie. Zou jij een Shift F11 kunnen sturen? Dank u wel. 2 kilometer uit. Anderhalf kilometer uit. Dat er nu is aangeheerd. Zet hem anders ervoor. Nou, die rijdt zo weg. Zet hem aan de andere kant van het huis. Uitstappen. Met je handen omhoog. Goed zo. Handen omhoog. Met je rug naar ons toe. Met je rug naar ons toe. 1303, Robin, arresteert hem wel als hij basis. Loop naar achteren totdat ik stop zeg. Stop. Stoppen, stoppen, omdraaien, op je knieën. Kan boeien hoor. Goed, wij gaan verder de auto clearen, collega. Mijn oom is hier. Kofferbak zit niet echt in. Heeft u enige scherpe voorwerpen bij? Ik kan u knals bergen. Eenmaal aanhouden. Nee hoor. Meneer heeft... Dan is het mogelijk dat 1320 de verdachte mee naar het bureau hem gaat verhoren en voorgeleiden. Ja, meneer heeft 50 cannabis bij zich. Goed. Heb je ons rechts voorgelezen? Ja. Aangehouden routeschrijfgedrag, negeer stopteken, opiumbed. Voertuig is ook gestolen, dus komt er ook bij. Dat heeft de 1320 dat gehoord, allemaal. Ja. Oké, dan dus je weet waarvoor je moet veroordelen, zo meteen. Ja, en negeer stopteken. Mijn rijden een gestolen voertuig. U heeft recht op een nachtverblijf. En roekloos rijden, precies. Een stuk kan de verdachte meegenomen worden. Welke auto gaat de collega mee? De toegang links van je.
Ja, achtervolging. User left your channel. Rijdt het richting de stad? Positief. Oké, dan zit ik vlak achter je. En minder de vaart, hij gaat nou weer planken. Rij zo meteen de stad binnen via de Sonora Freeway, hoor. Is er nog een eenheid beschikbaar over? Dus heb jij maar. Een hele goede dag. Hallo. Heb je enig idee waarom ik jou staan hou? Draprijden en misschien met achterlicht. Nou, laten we beginnen bij die bijzondere manoeuvre dat jij de snelweg oprijdt. Laten we daar eens mee beginnen. Oh. Ten tweede is het inderdaad de snelheid. Die lag iets aan de hoge kant. En verder rijden we al een enkele tijd achter jou met sirenes aan en je weigert eigenlijk een beetje om te stoppen. Ik wist niet dat het tegen mij was. Ik dacht dat het een melding ofzo. Toen dacht ik van, ze blijven achter mij, dus ik ging me net aan de kant zetten. Prima, heeft hij van mij eventjes rij- en kentekenbewijs alsjeblieft? Collega, zou je deze even kunnen natrekken in de computer? Ja. Voertuig heb ik al gecontroleerd, staat op zijn naam. Oké, voertuig staat op naam. Heeft hij verder nog iets openstaan? Ga ik nu? Ik denk ga ik nu kijken. Facturen. Ik heb geen grote boetes openstaan. Nee, nog twee facturen, totaal 1000 euro. Hij heeft A en B rijbewijs. Oké, prima. Dan krijg je van mij alleen een boete voor je bijzondere manoeuvre om de snelweg op te komen. En verder wil ik je erop adviseren dat je wel even je boetes moet gaan betalen, want op deze manier loopt het snel op. Ja, oké. Dan ga ik het dan even langs de bank gaan pinnen en betalen. Prima. Als je even een momentje hebt, dan schrijf ik even een bonnetje voor je uit. Ja, is goed. Nee, mag je het ook wel een keer gaan maken? Ik zie een kapot achterlicht. Ja. Helemaal vol met deuken. Ja, gangs zitten de hele tijd in mijn auto te beuken. En ik ben het zat om hem de hele tijd te maken. En dan 5 minuten later word ik weer gebeukt. Dus ja, ik laat hem even zo. Dus we laten hem weer rust. Ik heb de boete ontvangen. Top. Als je die dan zorgt dat je die binnen 2 weken betaalt, dan komt het allemaal prima, in orde. Is goed. En zoals mijn collega zegt, laat ook eventjes je achterlicht maken, want die is inderdaad kapot. Ja, dat ik even doen. Oké, dan wens ik je verder een fijne dag.